Broeders en zusters, beminde kijkers, hooggeëerd publiek. Graag wil ik weer even uw aandacht vragen voor het circus van de nationale en lokale politiek. En met name het aftreden van Lodewijk Asscher. Ik ken Lodewijk Asscher al heel lang. Hij is trouwens ook bijna een buurtgenoot van mij. En want hij is vlak om de hoek. Lodewijk Asscher heb ik nog geïnterviewd als clown voor de Salto. Toen hij als gemeenteraadslid zijn debuut maakte in de gemeenteraad, jaren geleden. Daarna werd hij eerst gemeenteraadslid, toen fractievoorzitter, toen wethouder. En hij is ook nog een tijdje geweest vervangend burgemeester van Amsterdam. Wat herinner ik mij van de politieke erfenis van Lodewijk Asscher hier in Amsterdam? Twee dingen, om met Joop den Uyl te spreken, als u nog weet wie dat is. Ten eerste is hij verantwoordelijk voor het terugtreden van Rob Oudkerk in de affaire Heleen van Rooijen. U herinnert zich misschien dat niet. Rob Oudkerk was ook een wethouder in Amsterdam. En die is toen een beetje gaan bluffen in een gesprek met Heleen van Rooijen. Over zijn kookgebruik, over dat hij naar de prostitutiezone aan de Theemsweg die er toen was. Dat hij daar naartoe ging. En dat lag een beetje gevoelig in Amsterdam. En toen heeft Lodewijk bij hem aangebeld met een fles whisky in zijn handen. Dan hebben ze met z'n tweeën leeg gedronken. En toen is Rob Oudkerk afgetreden. Die is daarna trouwens behoorlijk goed terechtgekomen, geloof ik, in het snabbelcircuit. En Lodewijk is daarna wethouder geworden en de belangrijkste politicus in Amsterdam. Dat was eerst Rob Oudkerk namelijk. Daarna heeft hij geprobeerd, Lodewijk Asscher, waar in de sfeer te blijven, om de prostitutiesituatie rondom de Wallen te verbeteren. Dat heeft de Amsterdamse stad miljoenen gekost. En wat heeft het opgeleverd? Heel weinig, zeggen mensen die er wat van weten. Afijn, na deze grote successen, andere kan ik me niet herinneren, is Lodewijk Asscher vertrokken naar Den Haag. En wat heeft hij daar gepresteerd? Twee dingen wil ik u noemen. A, de toeslagenaffaire, vanwege waar hij nu is afgetreden. En B, heeft hij de PvdA in Den Haag tot kleinste partij ooit gemaakt in het bestaan van de Partij van de Arbeid. Hij heeft voor het grootste verkiezingsverlies van die partij gezorgd. Dus hoe moet het nu verder met Lodewijk Asscher? Nou, dat zal ik u zeggen. Lodewijk Asscher, die zal wel burgemeester worden. Want dat vond hij hier in Amsterdam echt geweldig om te doen. En hij kan vast wel ergens een baantje als burgemeester. Ja, bijvoorbeeld van Lutjebroek, zomaar zeggen. En dan, wie moet hem opvolgen? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Er worden vele mensen genoemd. Khadija Riep. Lilian Ploemen. En Ahmed Abu Talib. En ik wil er zelf nog een toevoegen. Adje Kuiken. En Jeroen Dijsselbloem. Afijn, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Want de een komt, de ander gaat. En het is natuurlijk het oude verschijnsel. De karavaan blaft. De honden blaffen. Maar de karavaan trekt verder. Maar goed, misschien gaat het hele kabinet wel aftreden. Want wij nemen dit op. Op 15 januari. Dat is de dag dat het kabinet nog niet is afgetreden. Het zal echt niks uitmaken. Ook niet voor de corona-aanpak. Die trouwens door steeds meer mensen als rampzalig wordt ervaren. En over deze hele toestand wil ik eigenlijk het volgende zeggen. Mijn vrienden uit de Bijlmer van Bozi TV. Die hebben volgens mij de beste analyse van de hele situatie. Rond het aftreden van meneer Asscher. Meneer Lodewijk Asscher. Die trouwens wel succes en sterkte wens in de rest van zijn leven. En een analyse die we kunnen uitbreiden naar de rest van de politiek. Dus luister nu graag naar mijn vrienden en collega's van Bozi uit Bozi TV uit de Bijlmer met een haarscherpe analyse van de situatie rondom Lodewijk Asscher. Even goedemorgen mensen, goedemorgen, goedemorgen. Goed met jullie allen. Ik ben echt lekker hoor. Thanks. Ik ben vroeg opgestaan. Ik heb maar net de overhemd aangedaan. Want wanneer je net de overhemd aandoet, dan ben je een keurige burger toch. Net als die pam politieke figuren. Met hun overhemd en nette stropdas. Zogenaamd de man dan correct. Maar ik denk, ja, mijn maar stinker rond toch. Want die Asscher of Asscher is opgestapt. Die pam had al veel eerder op moeten stappen, die kronto. Ai, en nu komt er iemand anders, no? Dus de mensen denken dingen gaan veranderen of zo. Nou, dan kan je lang wachten. Ik hoorde gisteren iemand zeggen, en die man zei iets nuttigs. Het systeem in Nederland is gebaseerd op het wantrouwen van de burger.
De burger wantrouwen ze. Die kolenpampa politieke figuren met die kolenstrop, dat zijn niet te vertrouwen. Nee, klonk dan met de jammer maar. Maar goed mensen, dat was het. Ik wens jullie nog een fijne dag. En maak er wat moois. Tot zover een haarscherp analyse van Bozi TV. En het is maar zo inderdaad van, beste kijkers. De een gaat weg in de politiek, de ander komt, maar het circus blijft doordraaien. Het circus gaat nooit stoppen en het is maar dat u dat weet. Bah.